Hey allemaal, welkom weer bij een nieuwe video vandaag. Het is een rare broodjes vast. Ja, waarom? Ik ga morgen op uitstap naar de Gavers. Hiervoor heb ik al mijn zwempak, kleding enzovoort in een rugzak gestopt. Maar wat kom ik nog tekort? Mijn lunchpakket. Dat gaan we nu maken. Ik heb hier alle benodigdheden van dien. Ik kom nog één ding tekort. Een doosje voor dit in te stoppen. Nou, ik vind dat heel lekker. Ik ga ze wel niet allemaal opeten. Eentje. Dus dat doosje ga ik even nemen. En dan kom ik zo meteen weer bij jou terug. Doei! Oké, ik ben dus nu lekker hier beneden in de schuif aan het zoeken om een doosje. Het is wel redelijk lastig om een doosje met een deksel te vinden. Want ja, wij hebben er niet zoveel van. Nou, weet je, ik heb er gewoon alleen gewonnen. Ik heb de deksel er al op. Ik weet waarom dat ze er maar in passen, dus gewoon voor de zekerheid. Ga ik oma Bart-Jan ook nog gewoon meenemen. Oké, nee, ik ga gewoon hier lekker Oké, dus ik heb deze. En ik heb deze. Maar ik weet niet of al die pramboosjes hierin gaan passen. Nou, weet je wat? We gaan eerst beginnen met pistoletjes. De broodroos zet ik even aan de kant. Ik heb hier net uit de oké om de hoek twee pistoletjes te halen. Koekjes en blaasjes. Kankjes. Dit zijn de lekkere pistoletjes van Dien. Even de zakkant doen. Mes heb ik. Maar ik heb nog geen snijmes. Snijmes. Oké. Ben je niet oud genoeg om hiermee aan het werk te gaan? Neem er dan alstublieft een volwassene bij. Ik ben nu 12 jaar, dus ik mag dat denk ik al wel doen. Het mocht ook van papa, dus let's go. Ja, weet je, nee, ik ga dat daar op de grote plank doen. Ik ga jullie even meepakken. Oké. Dit is de houten plank. Dus hier is het iets veiliger om dit te doen. Zo. Hier is het wat veiliger. Nou, als je dit niet doet met een volwassene erbij, heb je alle gevolgen van dit naar je in je vingers gaat snijden. Of dat kan natuurlijk gebeuren. Je bent nu niet altijd dat in je vingers zit. Het kan meestal wel. Ook bij kinderen die niet uit genoeg zijn om met zulke scherpe messen aan het werk te zijn, kan het zeker gebeuren. Ook als je dit nog nooit eerder hebt gedaan, kan het zeker gebeuren. Nou, maar ik moet het iedere dag doen. En ik maak iedere dag wat eten in huis. Dus let's go. We gaan trouwens het mini plankje op de vuur plaatsen. Oké, dus hier liggen mijn lekkere pistoletjes. Ik ga ze nu besmeren met mijn lievelingstoespies. Kip curry! Zo heerlijk. Nou, weet je wat? Even de deksel. Oh, jongen, deze is net nieuw. Oh, dat is perfect. Deze is net nieuw. Zo goed. Perfect, hoor. Even het lipje eraf halen. En dan nu. Oké, als er een geurcamera bestond, zouden jullie dit gewoon willen ruiken. Dit ziet en ruikt er gewoon zo lekker. Lekker besmeren met die curry. Oké, dit is een beetje heel veel. Ja, nou weet je, boeien. Dat is voor de Havers. En dit gebeurt alleen in de zesde.
Ik ga geen andere klasse heen, dus. Wij zijn alleen met het zesde. Zo lekker. Als ik nu gewoon die curry door de camera naar jullie kon verzenden. Gewoon, hup. Zo, door de gsm. Nou, dan zouden jullie dit zeker moeten proeven. Oké, ik heb niet zo heel veel te vertellen. Gewoon, ik lust dat heel graag, kipcurry. Ik ben opgegroeid met kipcurry. En het laatste beetje ga ik gewoon zelf opeten. Ik heb een beetje gemoord. Op onze kookplaten. Nou, dat zijn de pistolets alweer. Nu ga ik wat zilverfolie uit de kast halen. Oh ja, vanavond heb ik trouwens een heel groot feest op school. Dus ik moet heel snel zijn, want ik moet daar om 7:30 terug zijn. En hoe laat is het nu? Het is nu al... Fuck, het is bijna 17 uur. Het is nu al 7:07. Ik moet om 7:15 terug zijn, dus ik heb niet meer zo lang. Ik heb nog 7 minuten. 8 eigenlijk, maar ja, goed. Waar is de zilverfolie? Hier is dus. We gaan voor inpakfolie. Dat is gemakkelijker. Ik weet niet wat dat beter is om het langer vers te houden. Laat het ook gewoon lekker achter in de comments. Jullie kunnen lekker doen wat jullie willen. Nou, ik ga even hier wat uitrollen. Dit werkt nooit bij mij. Oké, dit is redelijk. Ik ga even de schaar nemen. Ziekst grote schaar, weer. Dus niet zonder volwassenen, als je niet oud genoeg bent om dit te doen. Als jullie een keer uitstap doen, misschien moeten jullie dat een keer ook nemen. Deze pistoletjes, curry erop. Hier, kijk. Dat is pistolet nummer 1. En ik moet het altijd inpakken, zodat mijn broodtas niet zo vuil wordt. Want ik moet altijd de dag nadien weer die broodtas gebruiken. Ik gebruik die blauwe broodtas nu pas al 4 jaar of zo. En hij is nog nooit kapot. Nog nooit. Ik heb hem al 4 jaar. Hij is nog niet gebroken. Geen krasje erin. Of waarschijnlijk wel krasje, maar ik ben niet gebroken of zo. Dus. Zolang dat hij niet breekt, moet ik hem nog wel blijven gebruiken. Dus. Ik had vroeger een roze met unicorntjes, maar ik werd er te oud voor. En ik heb hem dan gewoon op de grond gesmeten, zodat hij kapot was. En toen had ik hem niet meer gekregen. Maar ja, dus de pistoletjes zijn nou al klaar. Dit zijn mijn 2 lekkere pistoletjes voor morgen. Deze doos kan toe. Niet omdraaien. Deze doos kan toe. Perfect. Ja, trouwens, het is jou opgevallen, maar ik heb een ring. Ik had een ring. Ik heb deze ooit gekregen van mijn lief. Ja, eigenlijk eerst gisteren of zo. Ik dacht nu de voorbije vrijdag of zaterdag. En nu de voorbije zondag heeft hij het uitgemaakt. Dus dat is wel heel erg jammer. Ja.
Dat is het leven, hè, jongens. Pak nooit een vriendje voordat je 15 bent of zo. Ik was heel hard aan het winnen gisteren. Maar ik ben er nu alweer bovenop. Lekker. Nooit doen. Nooit doen. Ik ben jullie een trapje voor het aantonen. Oké. Even testen. Passen hier de frambozen in? Nou, denk het niet. Nee. Zo passen jullie wel bijna niet meer. Nee. We gaan de Gberta gebruiken.